Dit keer gaan we met resthout bomen maken. Er zijn heel veel soorten bomen, maar bomen hebben eigenlijk allemaal wel gemeen dat ze een stam hebben, takken hebben, takjes, twijgjes en ook heel vaak bladeren. Die bladeren kunnen aan de takjes zitten, maar die kunnen in de herfst natuurlijk ook op de grond liggen. En als het waait, zoals hier, dan zie je de boom bewegen. Er zijn veel manieren om bomen neer te leggen. Je kan het loof verzamelen zodat het een groene boom is, maar je kan het loof ook op de grond gooien zodat het de winter is. De stam kan je samenstellen door allerlei stukjes hout op elkaar te leggen. Maar je kan ook het loof samenstellen door allemaal takjes neer te leggen. En uit de vormen kan je dan zeggen, dit is een kastanjer, een den of anders.